Laten we nog even hebben over Feyenoord 1. Ja. Hoe kijk jij iedere zondag naar Feyenoord? Het gaat wel erg lekker, hè? Ja, we zijn echt wel optimistisch erover. En we worden eigenlijk door anderen, of het dan bij Ajax of PSV of door buitenstaanders, worden eigenlijk steeds een beetje onrust gezaaid, vind ik. Goed, ik ben bij ADO geweest, was niet zo goed het spel. Maar goed, je wint steeds. En er zit eigenlijk iets in de ploeg van wat wij ook een beetje hadden in 83, 84. Van ja, wie doet ons wat? We gaan het veld in, we spelen onze wedstrijd en we maken eigenlijk wel altijd een goal. En we hebben ook wel kansen tegen, maar die gaan er niet in. En ja, hoe lang duurt het? Maar in dit geval is het wel iets dat ze het veld in zijn van nou, ja, kom maar op. We kunnen iedereen aan. En dat geeft wel, dat zie je terug aan El Amadi, je ziet terug aan Vilena, je ziet het terug aan heel veel aan Botteguin, hoe vastberaden ze zijn, aan Janari van Eijden. Dus ik vind dat wel een hele goede gang van zaken. Ja, dat is misschien wel de kracht van Feyenoord, hè? Ze houden het achterin goed dicht, dus ja. Voorin blijft het ook rustig. En ze houden dat geduld. Ja, kijk, je hebt nou zo vaak de nul gespeeld, dus dat is toch de basis. En voorin zijn altijd wel, en dat is ook wel belangrijk, dat er verschillende spelers kunnen scoren. Kijk, we hebben natuurlijk een geweldige topscorer aan Jurgensen en een goede assist die altijd geeft. Maar er zijn ook andere jongens die scoren. El Amadi, Elia, Berghuis. Ja, dat zijn natuurlijk wel de kracht van Feyenoord op dit moment. Je zegt al, ik zie een beetje overeenkomsten 83-84. Zie je het daadwerkelijk gebeuren dit jaar, kampioen worden? Ja, ik denk dat het zondag natuurlijk ontzettend belangrijk is. Als je een PSV win, dan heb je PSV in ieder geval, ja, die zijn weg dan. Het geeft ook een heel groot vertrouwen naar de wedstrijd die gaan komen. Kijk, je weet dat je Ajax uit moet. Je hebt, als het goed is, PEC Zwolle, je hebt Heerenveen nog uit. Maar dan tegen, als je met zoveel vertrouwen kan spelen, als je PSV zou kunnen winnen, dan moet het echt voor de toekomst wel, dat we toch wel eraan gaan denken om op de Kroonsingel te gaan staan. Dan nog iets anders. Jij staat in het gouden elftal, hè, van Fox Sports, 60 jaar Eredivisie. Hoe heb je dat gevolgd? Nou, dat vind ik wel. Kijk, ik heb er op een gegeven moment heb ik wel gedacht van, ik kreeg van andere mensen wel te horen van, ja, het zijn allemaal Feyenoorders die stemmen. Nou, dat is ook natuurlijk wel zo. En aan de andere kant, als je in het rijtje zag waar ik in stond en je bent op vaas 70% word je gekozen door de mensen, zijn ook andere mensen die kiezen. Dus Ajax supporters en PSV supporters kunnen ook voor hun eigen speler kiezen. En ik ben ontzettend trots op dat ik bij die groep ga behoren. En ja, op het ogenblik is Wim Jansen erbij, is Van Bronckhorst erbij. We hebben een aardig gezelschap. En ja, Israël. Dus aan de ene kant kan ik best begrijpen dat sommige mensen denken, ja, het zijn altijd de Feyenoorders die stemmen. Maar goed, het is ook wel iets om erg trots op te zijn.